Indoor Brabant was het toneel voor een persconferentie. Speciaal voor kinderen. Ongeveer 75 kinderen kregen de kans om Edward Gal, Harry Smolders, Rabotalent Michael van der Vleuten en Ankie van Gunsven het vuur aan de schenen te leggen met al hun vragen. Sommige vragen waren zo goed dat er soms lang over nagedacht moest worden. Harry, Anna wil weten, hoe bereid je je nou voor op een wedstrijd? Dat is een goede vraag, daar moet ik zelfs even over nadenken. Gewoon zo ontspannen mogelijk, denk ik. En zorgen dat je paarden goed voor elkaar hebt en goed opgewarmd hebt 's morgens. Wat kan ik doen als ik heel zenuwachtig ben voor een wedstrijd? Je probeert gewoon wat je thuis geoefend hebt in die ring ook goed te doen. En nerveus zijn hoort erbij, want als je niet nerveus bent, dan wil je het niet goed doen. Alleen je moet het niet beter willen doen dan wat je kan. Dus ervan uitgaan, wedstrijd is altijd net iets minder. En na de vragen kregen de kinderen nog ruim de kans om de handtekening van hun idolen te vragen en nog even op de foto te gaan. Vond je het leuk? Ja. Heb je nog wat geleerd? Was het allemaal wel wat wel bekend voor jou? Nou, bij Ankie zei ze wel dat je niet moet aantrekken wat anderen van je vinden. En dat ga je ook doen? Ja. En wie vond je het leukst om handtekening te krijgen? Edward Gal. Waarom Edward Gal? Het is mijn favoriet. Heb jij net een vraag gesteld? Ja. Welke vraag was dat? Of ik heel zo goed als Edward kan worden. En wat zei hij toen? En dan geeft ze jou ook een handtekening. Zeker weten. Waar ga je die foto hangen die je net gemaakt hebt? Om mijn kamer. Boven je bed? Ja. Waarom heb je nou een foto met Edward gemaakt? Omdat ik hem goed vind kunnen rijden. Kan je ook zo goed rijden, net zo goed als Edward? Ja. Echt waar? Dus jij wordt straks ook wereldkampioen? Misschien wel, ja. Hey Michael, hoe is het nou zo'n kinderpersconferentie? Ja, een keer wat anders, hè. Niet iets wat we iedere dag meemaken. En zeker leuk. Is dat belangrijk voor jullie? Ik denk, ja, voor ons. Ik denk dat het mooi is voor hun dat ze de dingen kunnen vragen die ze willen. En leuk. Dank u. Yeah.